Het is inmiddels zondagavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij een gesplitste tweede deel van Artiesteningang met nog steeds Hanny Veerkamp en Ramon Beense. Ja, nog steeds leuk dat jullie er zijn natuurlijk. Dat mag voorop staan. Jullie zijn ook heel vaak nagedaan. Ja. Onder andere door Carlo en Irene. Ja, klopt. De veerbootjes. De veerbootjes. Ja. Sigins komt de veerboot. Oh nee, dat is stom. Het is bijna Sinterklaas. Ja. Wat vond je daar nou van? Top. Ja, top. Dat geloof ik achter elkaar. Wij wisten het helemaal niet. We werden op straat aangesproken van jullie zijn elke week op tv. Ja. En we wisten het echt niet, hè? Maar hebben ze daar geen toestemming voor nodig dan om jullie te presenteren? Nee. Oh, dat mag gewoon zo. En toen zijn we gaan kijken en dat was geweldig. En de laatste uitzending heb je bij ons thuis gedaan. Mm-hmm. En toen kreeg mijn moeder de tas en ze kreeg ze bodywarmer. Ah, ja, heel leuk. Ah, geweldig. Ja. Ramon, gaan we jou nog in andere talentenshows tegenkomen? Of wat kunnen we van jou nog verwachten? Wat zijn je ambities? Wat ga je allemaal nog doen? In principe staat het nu allemaal open. Mm-hmm. Ik ga heel veel energie in mijn zingen steken. Dat is de afgelopen periode is dat een klein beetje eventjes op een laag pitje gestaan. Ja, afgelopen jaren vanwege mijn dochter ging voor en dat is niet meer logisch. En ik heb nu een hele mooie single uit. Jij en ik. Die ga je straks zingen? Die ga ik ook zingen. Mm-hmm. En daar zit een hele mooie videoclip bij. Dus voor de mensen die op YouTube kijken, kunnen dat heel even gaan kijken. Mm-hmm. Want het is echt de moeite waard. Hele mooie beelden van Amsterdam erbij. Dat is echt top. Mijn favoriete stad, Amsterdam. Ja, en, ja, dat zeg ik. Weet je, er zijn een heleboel dingen wat in het verschiet staat. En een paar hele mooie optredens nog wat staat komen. Mm-hmm. En dat zeg ik, een mooie samenwerking met Hanny en Ton. Ja, en heel veel evenementen wat we gaan plannen in 2017. Mm-hmm. Dus we pakken steeds meer op en het gaat hartstikke goed. Volop aan de bak. Heerlijk. Kijk. Ja, afleiding en helemaal goed. En we gaan ongetwijfeld nog ontzettend veel van jou horen. Ik hoop het. Toch? Heel veel. Wij doen daar hier ook onze uiterste best voor, dames en heren. En ik zou ook zeggen, ga rustig eens een keer kijken op de website www.ramonbeense.nl. Zeker. Dankjewel. Ja, daar had ik ook al bekeken. Maar goed, een favoriet van Hanny is natuurlijk Dre Junior. En we hebben toevallig in deze top 10 een liedje van Dre staan. Hij is weliswaar gezakt van de eerste naar de vierde plaats. Maar hij zingt nog steeds die prachtige albade voor zijn pa. En dat is Hey Ouwe. Hey ouwe, dat had je niet gedacht, hè? Dat ik hier nu zou staan in het volle licht. Hey ouwe, ik hoop dat je me zien kan en weet dat ik je meer dan ooit nog mis. Ik weet nog, toen ik nog klein was, altijd weg, je was er bijna nooit. En het is gek, nu al die jaren later, ben je dichterbij dan ooit. En dwars door alle twijfel en ondanks alle pijn, ben ik net als jij geworden, wie ik wist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn mijn grond. Ik sta nu waar jij stond. De cirkel is nu rond. Ook ik heb moeten vechten. Ja, ook ik heb blauwe plekken op mijn ziel. Maar ik won omdat ik net als jij één keer vaker opstond dan ik viel. Want één ding weet ik zeker, zonder jou had ik hier niet gestaan. Maar jij hebt mij losgelaten. Er is tijd om nu mijn eigen weg te gaan. En dwars door alle twijfel en ondanks alle pijn, ben ik net als jij geworden, wie gewist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn mijn grond. Ik sta nu waar jij stond. Valt nu op zijn plek. De
toekomst helder in zicht. En ik wil nergens anders zijn dan hier in het volle. Als jij geworden, wie ik wist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn mijn grond. Ik sta nu waar jij stond. De cirkel is nu rond. Hé, ouwe. Tranen in je ogen. Mogelijk, moest even het leven is niet is met een lach en een traan, ja. Toch? En over een lach en een traan gesproken. Ik heb jou met je moeder natuurlijk een jaar of 7 geleden ook meegemaakt. Nel is overleden in 2010, zeg ik dat goed? Even kijken, ze is nu 6 jaar dood. Ja. Nou, we zijn ja, in 2016. Ja, 2010. Kan, ja, kan 9 ook. 9 november, ja. Ja. Pas geleden. Dus hoe oud was ze geworden? 82. 82. En dus ze was toch niet ziek gestorven? Nee, ze was op. Maar het was wel een heerlijk mens. Hè? Want wat was ze toch recht voor de raap. Ja. Kun je ze een leuke anekdote vertellen die je met haar hebt meegemaakt? En je zegt van, nou, jongen, dat is nou echt Nel te voeten uit. Ja. Even kijken of ik het een beetje goed kan vertellen. We waren een keer op een travestietfeest, zaten we in de jury. Ja. En mijn moeder en ik zaten naast elkaar en we hadden ze allemaal uitgekozen. En nummer 1 was gekozen. Maar dan was privé pluggen, hoe heet zij van de voornaam? Nou, een van die redacteuren, die was zo. Die was er. Ja, en die komt ze tegen en zegt ze, gefeliciteerd door mij dat je 1 geworden bent. Nou, ze komen wel door de grond zakken. En wat zei ze dan? Babberenpluggen. Ja. Ja. En die konden niet omhoog. Jawel. Ah, we hebben het er nou nog steeds. Want ik kom er nou elk jaar even tegen op de Society Lunch. Ja. En hebben we het er nog over. Maar dat was iets om door de grond te zakken. Van Nel kon ze het hebben. Van Nel kon ze het hebben, ja. Ja. Maar ja, Nel was wel... die was gewoon recht op de raap. Wat er ook gebeurde. Ja. Ik bedoel, als je mocht, dan zat je goed. Als je niet mocht... Dan was het klaar. Dan kon je, ja. Want ik weet nog, toen met die hondjes, dat was misschien even uitleggen voor de mensen thuis. Dat was een programma van de Zwarte Hand. En er werd een show gedaan van honden. Gewoon ad hoc, op straat. En er werd helemaal ingelicht met een rode loper. En jullie moesten dat een beetje aan elkaar praten ook natuurlijk. Hè. En er werden eigenlijk gewoon mensen bijgetrokken, gewoon op straat. En die konden dan een hond adopteren. Daar ging het om. Maar ze hield ook ontzettend van beesten. Ja, wij hebben altijd honden. Ik heb zelf ook 2. Oh, je hebt zelf ook, wat heb je gevonden? Ik heb een chihuahua en een motor. En wat heb je? Een chihuahua. Een chihuahua, dat zijn die kleintjes, hè? Ja, mini. Ja. En een, weet je, een Matthäuser. Ah, 2. 1 voor 10. En die klein is 8 maanden. Ah. Oh, oké. Okay. Lekker 2 schoothondjes voor thuis op de bank. Ja. Voor mij de televisie. Ja, dat is hartstikke gezellig, is dat. En nou had Nel het, of Hanni had, maar ik blijf het doen, hè, jemig. Moet je hier op de kale klets? Zo, hoppakee. Hanni, dames en heren, die had het zojuist over travestie. En laten we nou in ons programma ook een geweldige act hebben van Liz Richard. En die staat op de 2e plaats van 5 gestegen naar 2. Ik mis je zo. Stralen langs de ruit. Het is net of de hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Herinner mij de tijd van jij en ik, van de eerste tot de laatste blik. Ik zie
zie jou nog altijd als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie jou in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt mij hoe en waar zie ik jou weer? Ik mis je zo, ik mis jou meer en meer. Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield. Te denken dat ik niet meer van je hield. Besef nu dat het lang niet over is. Omdat ik jou nog alle dagen mis. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie jou in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt mij hoe en waar zie ik jou? Zo, ik mis je meer en meer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie jou in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt mij hoe en waar zie ik jou weer? Zo, ik mis jou meer en meer. Soms heb ik zo'n nare dromen over jij die me wordt afgenomen door een storm die niemand komen zag, een mokerslag. Hoe zou ik dan verder leven? Wie zou mij die kracht en liefde geven? Jij verandert chaos in structuur. Ik speel met vuur. Wie brengt mij steeds weer in balans? Wie blust branden? Wie leidt de dans? Zonder jou. Zingt mijn hart tot op
wordt alles zwart. Gene Thomas, dames en heren, met zwart. Even een vraag aan jou en aan jou. Als je nog eens iets over zou mogen doen in je leven, wat zou je dan willen overdoen en waarom? Nee, alles weer hetzelfde. Alles weer hetzelfde? Je bent gewoon een dik tevreden mens? Ik ben een tevreden mens, ja. Ja, dat is wel mooi. Lieve mensen om me heen. En, ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Nee, ik ben, ja. Je straalt ook, Hanny. Dan mag je zeggen. Dankjewel, ja, dankjewel. Ja, wel, jawel. En Ramon. Als jij zegt van nou, ik moet nog eens een keer iets over doen. Ik kan er wel iets voor ik bij zou voorstellen. Ik zou nog een keer lekker willen trouwen. Maar dan op een heel mooi eiland. Met een bruismeisje. Staat. Met een tulle rokje aan. Ja, geen probleem. Nee, ik samen met mijn vrouwtje, Siona. Ja, dat heb ik een keer gedaan, hè? Ja? Bij Imca Marina. Wat heb je gedaan met Imca Marina? Opnieuw getrouwd met Ton. Toen we 25 jaar getrouwd waren. Als, en met Imca als ceremonie, als ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, dat doet ze, hè? Ja, ja dat weet ik trouwens. Maar komt ze ook naar Hawaii? Ze komt over. Of ja, maar naar nou, luister, als je die Tom reis betaalt, komt ze vast wel. Hey, dat niks over. Is ook tegenwoordig pap, hè? Echt? Ja, die gaat Petra trouwen, nichtje. Hij wordt pap. Ja, hij wordt beëdigd. Ja. Hey, is dit fijn of niet? Ja, eenmalig. Ja, oh ja, nou, dan maken we wel tweemalig daarvan. Voordat ze de show overnemen, dames en heren. Hè? Oh, sorry, nee, ben je lekker door. Lekker door deze klets. Ik heb nog even een paar vragen. En dan zou ik van jullie allebei het eerste antwoord willen hebben wat je direct in jou komt. Nou, dat wordt een lastige. Dat valt allemaal wel mee. Voice of Holland, bloed, zweet of tranen? Voice of Holland. Bloed, zweet en tranen. Ja, dat kon niet missen. Twee verschillende kregen ze allebei goed. als jij niet, je bent echt een ras Amsterdamse. Je bent er ook geboren, neem ik aan. Ja, geboren en getogen. In de Jordaan. In de Jordaan zelfs nog. Als je niet in Amsterdam zou kunnen wonen, zou mogen wonen, welke plaats van Nederland zou je dan uitkiezen? Nee, er is maar één Amsterdam. Maar als je niet, nou laat ik het anders zeggen, je moet Amsterdam uit. Ik moet Amsterdam, ja. Waar ga je dan heen? Dat zou ik niet weten. Brabant. Brabant. Toch? Ja. Ramon? Nou, ik denk toch ergens al Brabant of Limburg. Toch wel? Ja. Limburg zelfs? Ja. Oké. Okay. Ja. Moet je wel heel ver reizen voor je optreden in Amsterdam, jongen. Maakt niks uit, maar de locatie vind ik wel erg mooi. Ja, dat is wel. Maar Brabant is ook mooi, hoor. Mm-hmm. Brabant niet voorbij rijden om in Limburg te komen. Nee, denk eraan. Nee. James Last of Glenn Miller? James Last. Ja, ik denk het. Ken je Glenn Miller überhaupt? Nee. Ja, echt waar niet? Nee, ja, als ik het hoor misschien wel, hoor. Ja. Maar in de moed vroeger. Ken je die big band van vroeger? Ja. Net na de oorlog. Andrew Sisters. Nou ja, stijl. Die stijl was dat inderdaad. Ja, dan vind ik dat mooi. Ja, maar hij is iets jonger als ik, hè? Nee, maar dan vind ik dat wel mooier. Ja, maar jij kent James Last. Ik ken hem ook. James Last vind ik een beetje te... Ja... Ja, maar in onze tijd Ik vind het leuker. Ja. Ik vind het uitdagender. Ik vind het meer omvattend. Ja, maar dat zou prima kunnen. Zeker. Friesland of Brabant? Brabant. Je moet toch een goede beun maken. Dan ben ik dat toch altijd weer. Maar dat meen ik ook. Ja? Ja, absoluut. Nou, ik heb Friesland ook wel goede herinneringen. Nou, Friesen zijn hele leuke mensen. Ja, er is mijn ark gebouwd. En oh ja? Ja. Mensen zijn zo lief en aardig van ons geweest. Nee, dat meen ik echt. Nee, maar dat zijn ze ook. Ja, Friese mensen zijn hele aardige mensen. Dat ik hou van feestjes en gezelligheid. Alleen maar beamen. En daar houden ze ook van feest, hoor. Dan kunnen ze er wel van. Ja, wel, maar reken erop. Hanny, als jij onze kijkers, onze hele regio, als jij onze kijkers een boodschap mee zou mogen geven, wat zou die boodschap zijn?
Wat zou je willen zeggen tegen onze Brabanders hier? Jij als ras echte Amsterdamse. Ja, doe maar gewoon. Dat doe je gek genoeg. Nou, dat vind ik een hele mooie. En jij? Ik denk, vooral met die donkere dagen, ga eens een keertje bij je buren langs. En kijk eens of je ook wat voor elkaar kan betekenen. Ja, dat is een hele goeie. Nou. Ja, en dat kan heel simpel zijn. En met deze wijze les, deze wijze lieve woorden zelfs van deze twee lieve Amsterdamse mensen, dames en heren, gaan we afscheid nemen van u. Het zit er weer op voor vandaag. Maar aanstaande vrijdag zijn we er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering van Artiest Ingang. Hanni bedankt, Ramon bedankt. Hartstikke top dat jullie heel die reis hebben willen maken naar Brabant vanuit Amsterdam. Maar vrijdag zijn we er weer, dames en heren, met een gloednieuwe artiest. En wie dat gaat worden, ga ik dan pas vertellen. En niet vandaag. Komt u maar lekker kijken weer. Goed, tot vrijdag. Bedankt voor het kijken. Bye bye. Lentedag in mei, toen de zon begon te schijnen, was de eenzaamheid voorbij. Een zomer die beloofde dat jij er altijd was. En waar ik in geloofde, goh, wat was ik in mijn sas. Ik zal altijd blijven wachten tot je terugkomt, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten tot je terug bent, weet je dat? Want ik weet het, dat zal komen, dat je voor mijn deur zal staan. Maar we samen zullen dromen dat je nooit meer weg zult gaan. Dat het leven ons zal geven wat wij wensen, jij en ik. Laat me samen blijven leven tot de allerlaatste snik. Het was herfst toen je belde dat ons leven anders ging. De belofte niet meer telde van het leven, lieveling. Ik loop nachten langs de grachten, hoe zou het verder gaan? Ik word gek van de gedachte dat je weg bent hier vandaan. Ik zal altijd blijven wachten tot je terug bent, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten tot je terug bent, weet je dat? Want ik weet, de dag zal komen dat je voor mijn deur zal staan. Dat we samen zullen dromen, dat je nooit meer weg zult gaan. Dat het leven ons zal geven wat wij wensen, jij en ik. Dat we samen zullen leven tot de allerlaatste snik. Ga me niet verlaten, laat me niet alleen.